eerlijke en duurzame handel. Ja, je komt het vaker tegen dan je denkt. Neem nu Luke en Lucy. Hun ontbijt bestaat uit koffie, een boterham met choco en een heerlijke banaan. Allemaal fair trade natuurlijk. En dankzij bioboer Luke geniet je van groenten uit de korte keten. En Lucy doet niet aan verspilling, nee. In haar winkel verkoopt ze enkel tweedehands kleren. Zo maken zij de cirkel rond. Eerlijk en duurzaam. En er zijn er meer. Tijdens de Faire Ronde ontdek je handelaars, organisaties en verenigingen met lef. Namelijk die lokaal, ecologisch en fair denken en doen. Op World Fair Trade Day openen ze speciaal voor jou de deuren. Psst, gemeente, maak de cirkel rond. Organiseer in jouw Fairtrade gemeente een Faire Ronde.